Ik ben er inmiddels achter dat er over elke comic die ik lees valt eigenlijk wel iets te vertellen. Sowieso is het altijd leuk om de cover te laten zien. Moet je kijken. Wat een beauty dit is. Spider-Man. Zijn instinct gaat. Want er staat een enorme kat daar in de buurt. Maar dat is eigenlijk niet de reden waarom ik dit keer de camera aan heb gezet. Want de reden is dat Mr. Q, die wij kennen, zijn opwachting maakt in deze comic. Mr. Q en Mr. P. Dit is Mr. P en dit is Mr. Q. Dat zijn twee, ja, gangsters slash huurlingen die jacht maken op die kat die we op de voorkant, op de cover, hebben gezien. Dat vind ik heel grappig. Ik ken Mr. Q al een paar jaar. Het is een van de vaste kijkers van dit kanaal. En een Nederlander die jaren geleden naar Nieuw-Zeeland is verhuisd. En grafisch vormgever, illustrator, professioneel geek zou ik bijna willen zeggen. Mede geek in ieder geval. Ik mag hem graag. Ik mail ook wel met hem. En hij doet ook de lettering en de vormgeving voor Septem van Kikker Comics. Kijk, hier wordt die kat uit de boom gered door Spider-Man trouwens. Die ene bijzondere kat. Maar ik vond het heel grappig. Ik denk, hey Mr. Q in een comic van Junior Press. Tja, daar moeten we het dan wel eventjes over hebben natuurlijk. Gave comic ook verder. Getekend weer door Junior dit deel. En kijk, hier hebben we ze weer. Mr. Q en Mr. P. Mr. P. Ze maken dus jacht op die kat. Dat doen ze wel efficiënt, zoals je kunt zien. Erg grappig. Goed om te zien. Waarom ik hier ook deze comic eventjes opensloeg, zijn nog twee dingen. Randy, Peters huisgenoot, tijdelijke huisgenoot, die neemt hem mee uit. Ja, hij ruikt een beetje door die kat. Dus dan wordt er wat... Nou, het is het ook weer een soort Old Spice of zo over hem heen gesodeflikkerd. Howdy sailor. En ze hebben dus een date met Jill en Glory Grant. En of een date. Randy probeert Peter aan het daten te krijgen. Maar die zit natuurlijk nog steeds met zijn overleden vrouw MJ in zijn hoofd. En dus ze zijn in een of andere... tent waar dus een bandje optreedt. Dit vond ik ook wel grappig hoe dit eruit ziet. Ze gaan naar de bar en dan heb je hier dus die werknemer van die plek. Dus het is bijna praktisch leeg, hè? Dus dat zie je hier ook. Er is bijna niemand. Ik ken dat soort tenten wel. Dit deed me dus heel erg denken aan mijn jeugd, mijn tienerjaren en daarna. Kleine tentjes in Horen, maar dan een obscuur bandje optreedt. Nou, meestal was het wel drukker dan wat we hier zien. Ik vond het erg sfeerbepalend dit. Hoe dit er gewoon uitziet, hoe dit getekend is. En dit is dus Jill. Dat is het nichtje van MJ, van Gwen Stacy. En ze zegt Peter is meer als een broer voor me. En zo voelt hij het ook voor haar. En hij wil helemaal niet gekoppeld worden. Want ja, zoals ik al zei, hij zit nog steeds met MJ in zijn hoofd. En dat is zo gek aan deze reeks, jongens. Ik lees dit. Dit is Spider-Man 69. Er is al lang aangekondigd dat Mary Jane terug gaat komen. Sterker nog, de schrijver Howard Mackie, die deze verhalen schreef, die heeft in interviews in Amerika gezegd van MJ komt weer terug. Dus dan zet je een plotpunt op dat haar vliegtuig ontploft en dat het lijkt alsof ze dood is. En dan nog, verklap je het, spoiler je het zelf door te zeggen van, die komt wel weer terug. Ook al weten de lezers dat wel, dat meestal mensen niet dood blijven in het Marvel-universum. Ja, vind ik het toch. Moet je kijken hoe die band eruit ziet. Echt ongelooflijk. En die zien dan opeens die twee gangsters. Mr. Q en Mr. P. En dan zijn ze wel gelijk klaar. Ze zijn gestopt. Bewijs dat er toch een god is. Dat is kennelijk niet zo'n heel goed bandje. En voortaan spel ik alleen nog maar bar midwaarts. Tenten als deze zijn veel te link. Die stomme tongpiercing ben ik ook zat. Ik kan niet eens praten. Nee, goed, dit is kennelijk commentaar van Mackie op bepaalde popcultuur. Prima natuurlijk, mij niet uit. Vindt wel heel grappig. Maar ik vind het een beetje jammer dat het dus al jaren, al maanden wordt gespoord dat MJ terug is. Dus al deze scènes
de potentie van het laten verdwijnen van MJ valt daardoor volledig in het water. Want je zou dus kunnen denken, oké, stel Peter die denkt dat MJ echt dood is. En wij denken dat ook als lezer. Gaat hij aanpappen met Jill. Kijken wat daarmee gebeurt. Weet je wel, of dat een relatie kan worden interessant. Stel dat MJ dan weer terugkomt. Hoe dan? Weet je wel, terug uit de dood. Dat geeft allemaal potentiële verhaalontwikkelingen waar je iets mee kan. Maar het babytje wordt hier met het badwater alweer weggegooid, zeg maar. Dat is zo mooi. En dat is eigenlijk... Je ziet een beetje de lamp die ik aan heb. Ik vind het wel jammer dat het potentieel van zo'n verhaallijn dan niet wordt benut door Marvel. Dat ze het niet goed afwikkelen, zeg maar. Dat het niet goed benut wordt. Je kan er zoveel mee en ze laten gewoon een hoop liggen. En dat zie je wel vaker bij Marvel. Het is allemaal zo halfslachtig vaak. En dan is dat gewoon heel erg jammer. Want je weet, MJ komt terug. Nou, dat is dus de vraag wanneer. Dus eigenlijk lees je elke comic van komt ze nou terug? Komt ze nou terug? Misschien is het een marketingplooi. Dat je dus denkt van oké, je blijft comics kopen. Dat is trouwens mooi hoe die de beweging van Spider-Man hier tekent op de muur trouwens, vind ik. Maar ik vind dat jammer. Dus dat viel me op. Toen ik deze comic las, die trouwens fantastisch getekend is. En er was nog één dingetje wat ik met je wil bespreken. Niet zozeer de achterkant, ook al vond ik die ook alweer interessant. Als ik dan die advertenties zie, denk ik, wauw, deze X-mannen wil ik ook wel lezen. Ziet er gaaf uit wel. En hoe gaaf. Ik weet niet wie het nou is, of dit nou Jubilee moet zijn of Kitty Pryde eigenlijk. Ik denk dat het Kitty moet zijn. Maar de stijl is wel weer een beetje anders. Maar goed, in ieder geval ziet het er wel interessant uit. Ik wil nog even met je hebben over een brief die binnenkwam van Ana Raymond. Die heeft het gemaild, maar Junior Press zegt al geen achternaam, geen woonplaats en een e-mailadres dat niet bestaat. Niet echt sportief Raymond. Maar Raymond is een beetje klaar mee met de comics. Die zegt dat het al jaren bergafwaarts gaat met de Nederlandse Spider-Man staat buiten discussie. Bij het kijken, wou ik zeggen. Maar goed, het samenvoegen van de drie series nu 5 jaar geleden heeft een verval ingezet. En het eind is helaas nog niet in zicht. Spider-Man 66 is een nieuw dieptepunt. En goed, dan klaagt hij eigenlijk over dat er maar 1 Amerikaans deel is. En dat het een beetje te duur is. Maar het gaat me eigenlijk vooral om hier. Dat klopt trouwens niet helemaal. Het was gewoon één deel, maar dat was extra dik. Amerikaans nummer, dus vandaar. Welke meerwaarde heeft het nog? En zeg nu niet de brievenpagina, want net webnieuws bestaat al ruim een jaar uit niets meer dan stomzinnige verhaaltjes over kerst, Pasen en het weer. Het lijkt de FIFA wel. En ik lees dat en toevallig maakt Olaf later een grapje over dat het zo warm is. Oh nee, we mogen volgens Raymond niet meer over het weer praten. Maar ik denk, die Raymond heeft wel een punt, vrees ik. Want als we gaan naar het redactioneel van webnieuws, en ik heb natuurlijk een paar achter elkaar gelezen, dan begint het over dat het redactioneel eerder ingeleverd moet worden, maar het is zo warm. En niet alleen, het zijn gewoon 2 alinea's worden daaraan gewijd. En denk, dan heb je dus eigenlijk niks te vertellen. Dat valt mij dus op. En dat vind ik raar. Over gemiste kansen gesproken. Als we kijken naar web, de tips wat eruit komt moet komen, dan zien we onder andere hier Wolverine staan, Spawn, X-mannen. Waarom staat hier niet iets over Wolverine of Spawn of de X-mannen aangekondigd van wat ze daar gaan doen? Ja, we hebben een advertentie aan de achterkant over de X-mannen, dus swa. Maar je kan veel meer verbinding maken tussen je uitgaven. En wat maakt het uit dat Spawn van Image is? Vertel gewoon iets over die Spawn. Nu is het heel veel geblaat. Toch wel, sorry, Olaf en Anna, dat ik dat moet zeggen. Raymond heeft wel een punt. En dan gaat het wel over de comic die je in handen hebt, over Spider-Man. En wat ze gaan doen met een... gaan ze weer vertellen dat Straczynski eraan komt. Dat zie ik echt al heel veel webnieuwsen voorbij komen. Dat noemen ze bijna elke maand. En je denkt, nou, wanneer komt die gast dan? Ja, nummer 73 komt hij er eindelijk aan. Mind you, dit is nummer 69. Ze schuiven hem eentje op, want ze moeten een annual kwijt. Nou, dat vind ik dus wel interessant om te lezen. En dat soort huishoudelijke mededelingen. Maar er wordt wel heel veel geneuzel in de webnieuws gestopt. En je kan veel meer vertellen over andere uitgaven van Junior Press als je zou willen. Dus Raymond had wel een punt in deze. Vond ik toch. Wou ik toch eventjes aan je vertellen. Zomaar eventjes weer een vlog.
over deze comic. Ik ga niet, zoals ik zei, al eerder zei, over elke comic die ik lees een vlog maken, want dat zou te gek worden. En ik kreeg al een comment dat mensen achterlopen met kijken, dus kennelijk maak ik wat te veel vlogs de laatste tijd. Nou, daar houden we dan rekening mee. Je hoeft ze natuurlijk ook niet allemaal te kijken. Het belangrijkste is voor mij dat als je kijkt, dat je er wel lol aan hebt. Dat is een beetje mijn doel voor het maken van deze video's. Spider-Man 69. MJ komt binnenkort terug. Ik denk dat ik over die comic nog wel een vlogje maak. Wauw, ik ben bijna van buiten adem, jongens. Ik heb ook net buiten gelopen. Dat zal het ook wel zijn. Maar over die comic maak ik er nog wel eventjes een vlogje. En voor de rest kijken we wel weer. Dankjewel voor het kijken naar deze in ieder geval. Op naar de volgende.